Jullie hebben me gek gemaakt. Ik ben mentaal niet meer gezond. Mensen doen echt somber. Het wordt steeds dommer en dommer. Het wordt steeds dommer en stommer. Soms denk ik dat het aan mij ligt. Maar als je heel het plaatje ziet, zou je zien wat ik ook zie. En pas dan zal je me begrijpen. Ze willen shit normaliseren, dat niet genormaliseerd moet worden. Zoals half naakte vrouwen, zoals vrouwen die slecht worden behandeld. Mensen geven niks om innerlijk meer, ze geven meer om uiterlijk. Wat je hebt, wat je bent, wat je doet. Ze besteden tijd aan een platform, ze verspillen tijd met TikTok. Ze zijn in hun hoofd een beetje TikTok. Ze zijn blij op internet, ze zijn sad in real life. Zeg me eerlijk, wie om je heen zou sterven voor je? En zeg me eerlijk, wie om je heen zou leven voor je, leven voor je. Ik ben geen extremist, laat dat even duidelijk zijn. Ik zeg hoe het nu is, grotendeels hoe het is. Ze willen shit normaliseren, dat niet genormaliseerd moet worden. Zoals half naakte vrouwen, zoals vrouwen die slecht worden behandeld. Mensen geven niks om innerlijk meer, ze geven meer om uiterlijk. Wat je hebt, wat je bent, wat je doet. Ze besteden tijd aan een platform, ze verspillen tijd met TikTok. Ze zijn in hun hoofd een beetje TikTok. Ze zijn blij op internet, ze zijn sad in real life. Zeg me eerlijk, wie om je heen zou sterven voor je? En zeg me eerlijk, wie om je heen zou leven voor je, leven voor je. Shit is niet meer normaal, als het zo doorgaat wordt het fataal. Ik heb scheid aan LGBT, die shit dat boeit me echt niet.